Maar eerst nu naar Maaike en naar een campagne die vandaag start, een anti Zwarte Piet campagne. Houdt het dan nooit op, hè? Vraag je wel eens af. Nou, blijkbaar niet, want een groep bekende Nederlanders lanceert vandaag een actie tegen Zwarte Piet. En dat terwijl een andere groep bekende Nederlanders nou juist vorige week nog pleitte voor een Sinterklaasbestand, dat deden ze in het AD ze riepen op om het juist nu in die gezellige Sinterklaastijd het is even niet te hebben over die hele discussie. En je kon er op Achter, er is nu een tegenreactie. En daar doen dus veel bekende Nederlanders aan mee. Bijvoorbeeld actrice Georgina Verbaan, maar ook zanger Jet Rebel. Uh, verder oud-politicus van GroenLinks Tovik Dibi en schrijfster Renske de Greef bijvoorbeeld. En zij hebben zich allemaal laten fotograferen in een protest-t-shirt. Uh, dat shirt die foto's die staan nog niet online. Maar ja, vandaag begint die online campagne. Dus die zullen vanzelf op Twitter gaan verschijnen. Neem ik aan. Ja, Charles, wat vind je van deze campagne? Vreselijk. Vreselijk? Ja, ik vind het Waarom? echt vreselijk. Dat gaat over de rug van, van, van kinderen, een feest. En bekende Nederlanders zijn alleen met zichzelf bezig. Dus ja, ik, vind het echt, uh, ik word er een beetje uh, isselijk van. Oké, okay, maar ze willen opkomen voor de anderen. Wat vindt u uh, ervan? Is het een goede actie? Ik vind het op deze manier echt een soort irritante dwingelandij. Het moet nu en het moet snel en het moet op hun manier. Alsjeblieft, jongens. Laat de gewone samenleving zelf een beetje kijken waar het gaat. En hoe het gaat. We hebben in Rosmalen een prachtige intocht gehad. De gewone zwarte pieten. Er zijn gemeentes waar ze kiezen voor roetpieten. Ook helemaal prima. Dus, dus is, u zegt er zijn wel veranderingen, maar het gaat hen ja, gewoon dit is, niet snel. Het doen. is gewoon een soort dwingelandijk. Ik moet gelijk hebben. Het moet het vandaag. Het is echt zeldzaam irritant. Oké, okay, goed. We gaan.